Ik heb een belangrijke man van vanmiddag naast me staan, namelijk Tim Muller. De man die niet alleen voor de 3-3 zorgde, maar ook voor de 2-1 voorsprong. Maar ja, laten we maar gewoon bij die laatste beginnen. Je krijgt hem voor je voeten, je schiet hem erin en wat dan? Ja, heel veel ontlading. Ik heb denk nog nooit zoveel kippenvel op mijn armen gehad toen ik die 3-3 maakte. En ja, als je dan het publiek ziet, iedereen gaat helemaal uit zijn dak. Spelers uit het dak, staf. Ja, dat is gewoon mijn lekkerste moment van mijn voetbalcarrière, denk ik. Ja, en op een moment dat eigenlijk niemand het meer verwacht. Hield je er zelf nog wel rekening mee dat hij nog kon vallen? Nee, toen hij die 3-2 maakte had ik al het idee van hier gaan we nooit meer bovenop komen. Maar dan is het gewoon met z'n allen een beetje naar voren pompen en hopen dat hij goed valt. En hij valt al goed en nee, nog geluk dat hij door iemands benen gaat en de goal in rolt. Ja, het waren niet de mooiste goals vanmiddag van jullie. Nee, maar in deze fase maakt het niet uit als hij maar erin gaat. Ja, zo is het. Reuze stap gezet richting het kampioenschap. Ik vroeg het net ook al aan Wouter van der Molen, dit mogen jullie niet meer weggeven. Nee, we mogen het niet meer weggeven, maar het blijft natuurlijk nog lastig. Want volgende week tegen Dovo, die vechten nog voor degradatie. En je zag vandaag ook, het ging weer niet heel gemakkelijk. Weinig voetbal erin. Een beetje vechten en counteren. Nu levert het 3 punten op, maar volgende week moet het wel weer anders. Ja, want dan speel je tegen Dovo. Die kunnen jullie het laatste zetje geven, maar het is vooral belangrijk richting dat kampioenschap. Jullie hunkeren ernaar, hè? Ja, je ziet bij de hele club, iedereen hunkert naar een kampioenschap. Maar ja, wat ik al zeg, we moeten het nog wel doen. En dit is dan wel lekker dat je gelijk speelt en die 4 punten voorsprong houdt. Ja, nog 3 wedstrijden. Dovo uit, VVA thuis, Ajax uit. Waar verwacht je de meeste problemen? Ja, ik denk dat volgende week al lastig zat wordt. We vechten natuurlijk voor de degradatie en wij gaan voor het kampioenschap. Dus maar als ze die winnen dan ben je vrijwel zeker wel kampioen. Maar je moet het niet op de laatste wedstrijd uit laten komen. Dan speel je IJs uit. Dus dat is een lastige pot. En nu Polonaise de kantine in? Ja, ik denk dat wel een klein feestje wordt gevierd, maar niet al te gek. Niet al te gek. Tim Muller, dankjewel.